Er zijn meerdere getuigen die hebben verklaard dat zij voorafgaand aan de aanslag in de Lange Leidse Dwarsstraat een man op een trapje hebben zien zitten met een signalement dat goed past bij dat van verdachte. Een andere getuige beschrijft dat hij zag dat de man op het trapje een grijpende beweging maakte nadat Peter R. de Vries langs was gekomen. Eén getuige heeft ook daadwerkelijk het schieten op het slachtoffer gezien. Nadat Peter R. de Vries is beschoten, is te zien dat de man met de pet, naar wat later blijkt, door de Lange Leidse Dwarsstraat richting de Spiegelgracht rent, waarna hij, blijkens de camerabeelden, uiteindelijk op de Prinsengracht moet zijn ingestapt in de Renault.